Hoofdstuk 1. Aan het eind van de winter van het jaar dat ik 16 was, besloot mijn moeder dat ik depressief was. Hallo, in het kader van de week van het luisterboek bespreek ik heel kort de geschiedenis van het luisterboek. Zelf luister ik eigenlijk nooit naar luisterboeken en was ik in de veronderstelling dat het veel beter is om gewoon een boek te lezen. Maar klopt het eigenlijk wel? Het luisteren naar verhalen is naast eten, drinken, slapen en voortplanten misschien wel het meest menselijke wat je kunt doen. We doen heel de dag niets anders, zowel op het werk als thuis voor ontspanning, voor een scherm of in een zaal. Het lezen in een boek bestaat ook nog niet zo lang. Pas na de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15e eeuw en met de opkomst van de roman in de 18e eeuw is het lezen in een hoekje met een boekje een cultureel fenomeen geworden. En daarom is het misschien niet eens zo heel gek dat al in 1650 werd voorspeld dat er ooit een apparaat zou komen waarmee mensen naar muziek en naar verhalen zouden kunnen luisteren. Deze voorspeller was de schrijver Cyrano de Bergerac, die we vooral als de dichter met de grote neus kennen uit het toneelstuk van Edmond de Rostand. Hij schreef fictieve reisverhalen, eigenlijk een soort voorloper van de science fiction. En in een van die verhalen beschrijft hij toch echt iets wat op een iPod lijkt. De eerste opnames van volledige boeken werden pas in de jaren 30 van de 20e eeuw gemaakt door een Amerikaanse stichting die audioboeken publiceerde voor soldaten die blind waren geworden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een soort excuserende dienstverlening dus. Pas met de uitvinding van de LP in 1948 konden er commerciële opnames worden gemaakt en verkocht. De eerste publicatie van een audioplaat betrof gedichten van Dylan Thomas door hemzelf voorgedragen. Het wordt nog geen groot succes. Wel gaan vanaf de jaren 50 bibliotheken speciaal voor blinden audioboeken in hun collectie opnemen. Maar het zou nog tot de jaren 80 duren voordat uitgeverijen zich daadwerkelijk gaan toeleggen op de verkoop van audioboeken. Eerst op cassettebandjes en later op de compact disc. De CD. En vanaf de jaren 90 is er echt sprake van een opmars met online webshops die luisterboeken aanbieden, ingesproken door bekende acteurs en vertellers. En toen moest de smartphone natuurlijk nog komen. Mede door de smartphone is de verkoop van audioboeken in Amerika de laatste jaren jaarlijks met 20% gegroeid. In 2015 werden er ruim 35.000 nieuwe titels gepubliceerd en ten opzichte van 2011 is de verkoop verdubbeld. Driekwart van de verkochte boeken betreft fictie, vooral spannende boeken, en opvallend is dat een derde van de luisteraars tussen de 25 en 34 jaar oud is. Deze cijfers komen uit Amerika. In Nederland is het lastiger dit soort cijfers te vinden, omdat de aanbieders van luisterboeken geen cijfers publiceren en de CPNB telt de verkoop van luisterboeken gewoon op bij die van de fysieke boeken. Maar ik vermoed dat er eenzelfde trend te zien is. Tot zover deze short history of de luisterboek. En er zijn hierbij nog twee dingen op te merken. De Nederlandse markt is in absolute aantallen, maar ook relatief gezien erg klein als je deze vergelijkt met landen als Amerika en Duitsland. Vaak wordt dan als argument gegeven dat er in die landen een veel langere reistijd is. Maar uit onderzoek in Amerika bleek dat 60% van de luisteraars de luisterboeken vooral thuis luistert. Het tweede opvallende is dat de nog steeds groeiende populariteit samengaat met een ander luisterfenomeen, de podcast. En ook daarin loopt Nederland wat achter op Amerika, terwijl we toch een aardige traditie hebben met hoorspelen op de radio, zoals het bureau van Voskou. Ondertussen lijkt er een hybride nieuwe vorm te ontstaan, waarbij er voor luisterboeken speciaal teksten worden geschreven in afgemeten afleveringen met een intro muziekje. Misschien is die vorm de toekomst van het luisterboek, zoals op tv ooit de soapserie is ontstaan. Ik zei het al aan het begin, ik ben geen luisterboekluisteraar. Ik heb ooit in een spontane actie alle luisterboeken van Harry Potter op mijn iPod gezet, maar bij het luisteren daarvan viel ik vooral in slaap. Vooralsnog ben ik een echte verhalenlezer en als zelfverklaarde leesbevorderaar heb ik zo mijn bedenkingen bij de invloed van luisterboeken. Dan ben je toch niet echt aan het lezen, neem je de woorden niet tot je, vergeet je te veel en kun je de literariteit van een boek niet ervaren en waarderen. Nee, voor het echte genieten van literatuur moet je natuurlijk gewoon bij de tekst zijn. Toch? Niet helemaal, want zodra je in staat bent om technisch te lezen, wat iedereen in Nederland zo'n beetje aan het einde van de basisschool kan, dan is er qua cognitief proces geen verschil meer tussen het lezen van en het luisteren naar een verhaal. Er is zelfs een correlatie tussen lezen en luisteren. Geoefende lezers kunnen beter luisteren en andersom. Nog sterker, lezers luisteren ook, want ze horen stemmen in hun hoofd. Zo maak je als lezer onderscheid tussen uitspraken van personages. Een bewijs? Lees even de volgende tekst.
Grote kans dat je de stem van Barack Obama hebt gehoord. Nou, hoe zit het dan met het opslaan van informatie in je hoofd? Daar moet toch wel een verschil zijn. Onderzoekers uit Canada onderzochten dit met 3 groepen die dezelfde tekst moesten leren. Groep 1 moest de tekst hardop lezen, groep 2 moest stil lezen en groep 3 moest luisteren naar de tekst. En wat denk je? Groep 3 scoorde het slechtst. Maar groep 2 scoorde niet heel veel beter. Het werd vooral duidelijk dat groep 1 het beste scoorde, omdat deze lezers de tekst actief hadden gebruikt. Luisterboeken hebben wat mij betreft een aantal duidelijke voordelen. Bijvoorbeeld bij poëzie. Sommige gedichten komen veel beter tot hun recht als ze worden voorgedragen, het liefst door de dichter zelf. Net zoals dat het lezen van toneelstukken op papier vaak nogal een suffe beleving is. Een ander voordeel geeft de YouTuber Find Mediocrity. Hij pleit voor het meelezen met luisterboeken. Hij zet de snelheid van de audio daarbij 2 keer zo snel en hiermee kan hij volgens eigen zeggen veel sneller lezen en dus ook veel meer boeken lezen. Ik vermoed alleen dat het niet erg ontspannend werkt. Deze onderzoeken en ervaringen richten zich op teksten die chronologisch zijn of in ieder geval niet te complex. Als je graag tijdens het lezen af en toe wat terugbladert om nog iets terug te lezen, dan zijn luisterboeken niet zo handig. En het heeft natuurlijk ook gewoon met voorkeur te maken. Maar hoe prachtig ze ook zijn voorgelezen en hoe goed je het verhaal ook kunt volgen, er is 1 ding dat een luisterboek je niet kan geven en dat is stilte. En laat dat nu net een reden zijn voor mensen om een boek te lezen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bij de beschrijving hieronder heb ik wat linkjes geplaatst naar de bronnen die ik heb gebruikt. Ik ben benieuwd naar de mening en ervaring van de fervente luisterboekluisteraars. En wil je meer van dit soort video's zien, abonneer je dan op mijn kanaal.